Ja, de twee ritten van het weekend, die worden genoemd de ritten voor de aanvallers te zijn. Ja, dat zou goed kunnen inderdaad. Het zijn best wat ritten voor aanvallers, denk ik, deze Tour. En vandaag is op papier denk ik ook wel zo'n rit. Het is alleen nou even afwachten wat een aantal ploegen gaan doen. Of er misschien nog mannen zijn die willen gaan controleren. Voor Matthews of Philips of zo. Dus daar moeten we even goed naar kijken. Maar wij willen in ieder geval wel proberen in de aanval te gaan, ja. Wat is jouw rol binnen de ploeg op het ogenblik? Nou, voor dit soort ritten zeker is het gewoon doel. We hebben meerdere mannen die gewoon in de aanval willen gaan. En dit soort ritten liggen mij ook gewoon goed. Dus hopelijk kunnen we mee gaan spelen voor een ritzegen de komende dagen. En jij hebt de vrijheid om mee te springen? Ja, zeker ja. Vandaag zijn we met een paar man die ervoor willen gaan. En vandaag is een mooie rit. Morgen is wel al wat lastiger, maar ook wel een goede kans inderdaad. Dus ik hoop dat ik een van de twee dagen mee kan zitten. Ja, bij jullie ploeg maakt Romain Bardet een hele sterke indruk. Er werd gezegd dat hij alleen voor ritzegens gaat. Maar dat klassement dat begint ook voor hem dichterbij te komen. Ja, hij staat er in ieder geval wel heel goed voor. Maar we hebben in ieder geval nog steeds wel... op dagen zoals vandaag wel nog steeds de focus op ritzegens. Dus we willen wel elke dag mee gaan doen voor etappes. En ja, dit soort ritten is dus gewoon mooi voor een aantal man in de aanval. Dus ja, dan moet je gewoon per dag gaan kijken of we echt mee kunnen doen voor die etappes. Als je naar jezelf gaat kijken, je hebt de Giro in de benen. Hoe goed ben je nog? Ja, ik had eigenlijk afgelopen dagen was ik wat minder. Ook na een valpartij in de eerste echte etappe. Heb ik toch even een paar dagen nodig. Maar gisteren ging al een stuk beter. Dus ik hoop dit weekend een beetje doorheen te komen. En echt weer mee te gaan doen in de aanval.